Goeiedag, we staan hier in de toren van de Oude Kerk, bij het uurwerk. We hebben de laatste tijd best wel wat video's gezien van het dak en de toren buiten. We dachten, joh, het is misschien wel leuk om ook het uurwerk binnen te laten zien. We rijden allemaal door de Peulenstraat of lopen. En dan zien we wel de wijzerplaat, maar niet wat daar als mechanisme aan vastzit om dat aan te sturen. En daar hebben we iemand voor... die nu het woord gaat nemen en dat is Otto. En die kan er ontzettend veel over vertellen. Dus bij deze geef ik het woord aan Otto. 1981 werd ik benaderd door Dirk Brouwer, mijn baas van de Habo-smederij. Dirk was dus kerkvoogd hier, in deze kerk. En hij vroeg mij, Otto, ik wil je om een gunst vragen. Ik zei, ja oké, dat is goed. Wat is dan die gunst? Hij zegt ja, hij zegt het uurwerk van de toren, van de kerk, moet opgewonden, elke keer opgewonden worden. En dat doet de heer Van Kammen van de horlogewinkel. Hij zegt maar, die stopt ermee. Dus wil jij dat misschien gaan doen? Ik zeg nou ja, dan moet ik eens gaan kijken. Dus ik ben naar Van Kammen gegaan en heb ik de sleutel gekregen van de kerk. En ik ben ik dus bij het uurwerk gaan kijken. Maar wat ik daar aantrof, daar schrok ik wel van. Het was ontzettend verwaarloosd. De trekstangen waren allemaal kapot. Dus ik dacht, ja, ik moet er nog een nachtje over slapen. Dat heb ik dus gedaan. En de andere ochtend heb ik gezegd, ja, ik doe het. En dus dan ben ik alles ben ik dus gaan vernieuwen. Dat was nogal vrij gemakkelijk, omdat ik werkte in de smederij. En dan had ik de materialen bij de hand. Dus ik heb elke keer een stukje vernieuwd van het uurwerk. En elke week twee keer op gaan winden. Maandags uit mijn werk en vrijdags uit mijn werk. En dag, elke week, jaar in, jaar uit. Het is eigenlijk een beetje mijn, moet ik zeggen, mijn zorgenkindje geworden. In al die jaren. Het uurwerk is wel van de kerk, maar ik voel me ook een klein beetje... betrokken erbij. Een heel beetje eigenlijk. Het is een Rochlitz uurwerk, een Duits torenuurwerk uit Berlijn. De grote kerk van Amersfoort heeft ook nog een groot Rochlitz uurwerk. En nog een paar dorpen in Friesland en op Schiermonnikoog. Het uurwerk is geplaatst rond 1910 via een Nederlandse handelaar. Maar ik persoonlijk denk dat het dus eerder geplaatst is. Want er staat op de omkasting de naam van een timmerman die de kast heeft gemaakt. En dat is 1893, als ik goed gelezen heb. Dus dat scheelt nog een paar jaren. De linkerkant is dus voor kwart over en half. En de rechterkant is kwart voor en heel, de grote klok. Kwart voor en half is de kleine klok. Het middenstuk is voor het gaandwerk. Dat middenstuk, dat gewicht, dat bedient dus de wijzerplaten buiten. Mm-hmm. Net als al een klok thuis, als je een klok thuis hebt met drie gewichten meestal, Westminster slag, dan is de twee buitenste gewichten is voor het geluid, hè, voor de kwartieren. En het middelste is voor de wijzers. Dat is ook bij de klok in huis. Flink wat tandwielen in? Er zitten flink wat tandwielen in, ja. Het is eigenlijk een wonder dat ze dat toen de tijd al, 100 jaar geleden, zo mooi konden maken. Van ijzer, gietijzer en brons. Tandwielen zijn van brons, hoofdzakelijk. Enkele nog van ijzer ook. Brons en ijzer, dat gaat ook heel goed. Dat is, ja, dat is eigenlijk wel een wonder dat en na zoveel jaren dat het nog goed loopt. Ook nog niet veel slijtage, kleine dingetjes. Ja, dan krijg je natuurlijk nog de klok vooruitzetten en terugzetten.
is voorjaar vooruitzetten en het najaar terugzetten nu. Nou, vooruitzetten is eigenlijk met deze schijf één keer rond. Dan staat hij een uur verder. Dan koppel ik die trekstengen los en dan hoor ik hem slaan, elke kwartier. Ik moet wel wachten hier totdat hij daar geslagen heeft en hier ook. En dan koppel ik het weer aan en haal ik naar huis. Alleen in het najaar dan moet hij dus een uur terug. Dan ga ik bijvoorbeeld om 11 uur hier naar de kerktoren en zet ik hem stil om 11 uur exact. Want Jaap heeft een digitaal klokje daar neergezet en dan kan ik op de seconde zien. Vroeger deed ik dat op een horloge, maar dat ging, was niet zo zuiver. Eigenlijk moet het dus na middernacht, 3 uur geloof ik. Maar dat heb ik nooit gedaan, want ja, wie er dus mensen s'nachts nog voorbij komen, zo laat, ja, die komen of uit de kroeg of zo. En die kijken niet hoe laat het is eigenlijk, denk ik. En dan ga ik na een uur, dus als ik hem stil heb gezet, na een uur ga ik weer naar de toren en dan hoor ik weer op gang. En hoe wordt dit nou aangestuurd naar de wijzerplaat? Want dat moet ook nog ergens. Ja, dit is de centrale as, die gaat naar boven toe. En dan zit daar boven, zit er op verderop, zit een paar tandwielen. Gaat één as naar de kerkweg, of naar de Peulenstraat, en de andere naar richting Damstraat. En de volgende daar tegenover nog. Dus er zijn drie. Het wordt aangedreven door één centrale as. Maar via een paar tandwielen, haakse tandwielen, wordt dat naar de wijzerplaat. Hij loopt eigenlijk naar iets voor, maar meestal liep hij iets achter. Ik heb hem al schoongemaakt en gesmeerd. Dan liep hij iets achter en dan zet ik hem met deze schijf één hapje verder. Hè. Dat is een minuut. 60 van die sparingen. Ja. Elke sparing een minuut. Maar dit kan ik ook al oplichten, dit ding. En dan kan ik hem ondertussen ook verdraaien. Bovenin zitten, dan kan ik dit tandwiel hier uitlichten, uit dit tandwiel lichten. En dan kan ik het zo op nog stellen. Ik hoef niet per se hiermee. Maar dat zijn twee mogelijkheden. Nou, dit is dus de slinger waar we de gewichten mee opdraaien. Die gaat op deze as. En dan draaien we hem zeg maar richting het uurwerk. Draaien we zo rond, dan kunnen we hier door de vloer heen kijken hoe hoog de gewichten zijn. En zo draai je hem dan op totdat hij bovenaan is. Nou, dat is hij nu, want hij is net opgedraaid. We hebben nog één technisch verhaal erbij. Als er een begrafenis is op de begraafplaats, dan kunnen ze de klok luiden. En dan gaat via een zender, kunnen ze dat automatisch hier de klok aanzetten. En dan wordt alleen de grote klok geluid. Ja, ik heb nog. Ja, Otto heeft heel veel anekdotes over dit uurwerk. Ik heb er nog maar eentje, omdat ik nog niet zo heel lang meeloop. Maar je zou, als we dit vergeten, dus de gewichten opdraaien, dan komen de gewichten op de grond en dan stopt de klok. Nou, dat willen we niet. Dus we zijn altijd heel scherp van: joh, is er iemand op vakantie? Dan draai ik wel 2 keer. En zo gaat dat. Maar ik had een hele drukke week van de rommelmarkt achter de rug. En ik zat met mijn vrouwtje Alinda in het middenschip. Ik had geen dienst, zondags na de rommelmarkt. Ik dacht, oh, ik ben de gewichten vergeten op te hijsen. En ik kom hier zaterdag, dan weet ik ongeveer hoe diep zou hangen. Ik dacht, dit gaat niet goed, straks stopt de klok. Dus ik ben onder de collecte naar de toren gegaan en even een paar slagen gegeven. Toen kon ik toch weer rustig naar de preek luisteren en na de dienst de rest opgedraaid. Wist u datjes? Dat zou ik nog even een paar met u delen. Otto, die heeft dus ruim 39 jaar loopt hij hier al de toren in. We staan hier op een niveau van 52 treden boven de Peulenstraat, traptreden. Ik heb dat een beetje uit zitten rekenen. Dan zitten we tussen de 350 en 370.000 traptreden heeft die man gelopen. Nou, dat is al een prestatie waard. 2 keer per week ging hij hierheen om de gewichten te hijsen. Ik doe dat tegenwoordig 1 keer en Adrie Zoetekouw. En Otto zorgt dat het uurwerk op tijd blijft lopen. Dus de gewichten worden 2 keer per week opgehaald.
En de gewichten opdraaien, als ze zeg maar diep hangen, dan kost het ongeveer tussen de 110 en 140 keer een lier opdraaien is dat eigenlijk. We kunnen dat nu niet doen, want ze zijn vanmiddag omhoog gehaald, dus ze moeten eerst weer een stukje zakken.